Och, wat een schattig broekje. Laten we beginnen bij jou. Wie ben jij? Want, ik ben Martijn uit Den Bosch, helemaal uit Brabant, helemaal van Zeeland toe. En we hebben hier een poppenwinkel geopend. We hadden een winkel ook in Den Bosch. Dus een beetje een webshop. En eigenlijk te veel schoenen ook wel in Den Bosch en de kans om hier gewoon ook een winkel te openen. En wat ik natuurlijk heel interessant vind, want ik sprak van de week uit Jam, die spreek ik wel vaker. Maar nu was zijn dame, had een salon geopend. En in een notendop vertelde hij het verhaal dat hij ooit in opleiding is gegaan in Den Bosch. En zijn leermeester was dan eigenlijk jouw vader, heb ik dat goed begrepen? Klopt. Nou, dat vind ik een mooi verhaal, want nu kom jij dus als... Ik kom weer terug hier terecht. Ja, ja, en jij bent iets jonger dan Etienne, denk ik? Ja, ik ben 34. Ja, dat scheelt... 10 jaar. Ja, nou ja. Ja. Ik liep als jong manneke daar rond, wel Etienne daar werkte met mijn vader. Ik af en toe op zaterdag een keer mee kon helpen. Ja, nou, dat is krachtig. We doen de jaren schoenendoos geboren en ik ben er ook ingerold in de schoenenhandel. Ja. En ja, eigenlijk altijd in de tussenhandel zit ik nog steeds ook. Ze doen het nu eigenlijk sinds afgelopen najaar hebben we al een paar pop-up stores geopend. En dat werkt op. Dat is een beetje een nieuwe manier van winkelen, zeg maar. Ja, maar nu is het natuurlijk best opmerkelijk, hè, want dat, ik hou mijn hart vast in verband met de coronacrisis, dingen gaan dicht. Dus ik ben super enthousiast als het nu juist de winkels open gaan. En, je moet juist in de coronatijd ontstaan ook wel kansen in plaats van. We kunnen allemaal achteruit rennen, we kunnen ook juist vooruit rennen. En dat doen wij liever. Als het gaat om de plannen, hebben jullie afgesproken hoe lang jullie, want pop-up is toch tijdelijk meestal? Ja, het plan is eigenlijk gewoon de zomer. Dus in ieder geval gewoon juni, juli, augustus. En wie weet ook september nog erbij. Als het doorzetten hier. Dan, als het een succes is, dan ga je gewoon door. Ja. Nou, leuk. Ik zou in ieder geval zeggen welkom in Zeeland. Ja, toch? Ja. Nee, jij staat hier ook natuurlijk niet voor niks, want nee, dat klopt. Ja, de familie van de Sloot verhuurt het pand gewoon, het is nog steeds van jullie. Maar ik begrijp dat jij hier ook wel een paar keer weer gaat staan. Er is gevraagd of ik af en toe eens bij wil springen. Ja? En ik heb nog wat uurtjes over en ik heb zoiets van, nou, het lijkt me gewoon hartstikke leuk. En ze hebben een hartstikke leuk concept, ze hebben leuke merken en ik ken wel wat Middelburgers natuurlijk. Maar ja, je kent de hele stad, dus er komen straks natuurlijk allemaal mensen op, waar sta jij nou weer schoenen te verkopen hier? Waarschijnlijk wel, en dat is ook wel weer leuk natuurlijk. En dan zeker degene waar ik dan mee ga werken, maar die gaat dat zo nog uitleggen aan je, dat maakt het helemaal bijzonder. Ja, ja. Dus en wat dat betreft, ja, nu die cirkel weer rond is. Ik heb ook tegen Martijn gezegd, ik zou het leuk vinden als je vader ook eens een keer een middagje mee wil dragen. Ja. Want ik heb natuurlijk ook samengewerkt met Martijn en met zijn vader. Ja. En dat zit gewoon een leuke klik, dus dat zou wel bijzonder wezen. Dan ga ik nu even bij Jeanette kijken. Er zit een halve zool in. Een halve zool? Maar mag ik er even tussendoor knallen? Dat mag. Maar Jeanette, jou ken ik vooral als de vrouw die altijd de honden uitlaat in de buurt. En, maar ik hoorde van de week, heb ik geleerd, dat jij dus vroeger ook gewoon een eigen zaak had in de stad. Ja, een eigen schoenenwinkel, dat klopt. Maar dat wist ik helemaal niet. Ja, waar zat jij dan? 10 jaar geleden. Ja, dat was in de Serreerstraat, zo is geboden. Ja. Ja. Maar daar ben jij toen mee gestopt en wat ben je sinds die gaan doen? Want ja, je bent natuurlijk moeder, weet ik. En... Ja, er kwam iemand die wilde de winkel overnemen. En toen zei mijn man, dat gebeurt één keer, dat moet je doen. En toen kreeg ik een prachtige dochter. En sindsdien werk ik niet meer. Oké. En nu gaan we... Ja, want kennen jullie elkaar ook? Of wat is daar, of is daar Etienne de tussenpersoon? Nee, eigenlijk nee, is het een hele andere kant. Nee, het is een hele andere kant. Oh ja? Ja. Via via eigenlijk weer met elkaar in contact gekomen. Ja. Dus, en wij eigenlijk altijd wel aan het rondkijken, misschien nieuwe winkels. En toen eigenlijk hoorden van, oh, iemand anders staat een winkel leeg in Middelburg. En zeiden, nou, oh, Jeanette wil wel een winkel mee gaan draaien in Middelburg. En toen kwam ik erachter dat het pand, als ik bedoelde, dat het een pand van Etienne was die ik ook bekende. Dus zo... Maar dat is grappig wel, dan valt alles op zijn plek. Dus het is begonnen inderdaad via onze kant. Ja. En dan hebben wij gevraagd of Etienne 2 dagen... is er ook een paar uur mee wil werken. Maar als ik het nu goed begrijp, sta jij dus voor het eerst in 10 jaar, nu vanochtend, voor het eerst... In de winkel. En ik vind het heerlijk. Ja, want... Geweldig. Maar heb jij het schoenenvak altijd wel een soort bijgehouden? Weet je nog wat de trends er zo zijn en noem het maar op? Nou, ik geloof het wel. Ja? Maar ja, hun vullen de winkel, dus dat komt allemaal goed. Ja, dat is leuk. Yes. En ga jij hier hele dagen staan of ben je hier af en toe? Of, Nee, ik ga echt de winkel draaien. Oké, okay, dus jij bent eigenlijk de winkel. Zij is de winkels hier. Ja. Nou, en voor de weinige mensen die je dan niet kennen, kan je dan nog even compleet voorstellen. Jeanette Hodde. Oh, je bent getrouwd. Wij zijn getrouwd, ja. We hebben een dochter van 10. En ik heb hier een kapsalon gehad. Een schoenenzaak. En
je bent van harte welkom. Ja, nou, dat is heel, heel goed om te horen. Dank jullie wel voor de toelichting en heel veel succes hier zo. Ja, dankjewel. Dag. Thank you.